Nu iets heel anders. Zijn bijnaam was de Tank en snelheid was zijn geheime wapen. Groot, gespierd, maar razendsnel. Ulrich van Gobbel. Van Gobbel gaat weer aan de haal. Kaats met Larsson. En de afvallende bal is voor Blinker. Ulrich, voor vrienden Uli, wordt in 1971 geboren in Paramaribo, maar groeit op in het Brabantse Bavel. Het is geen gelukkige jeugd. Zijn moeder wordt door zijn vader mishandeld en als Ulrich pas 14 jaar is, pleegt zijn vader zelfmoord. Ook op school gaat het daarna niet zo goed met de jonge Ulrich. Waar hij wel in uitblinkt is voetbal. Ulrich stort zich er vol overgave op en met succes. In 1988, hij is dan nog maar net 18, debuteert hij bij Willem II. Wat opvalt is zijn enorme snelheid. Zo wordt hij op 19-jarige leeftijd door een weekblad uitgedaagd om het op te nemen tegen op dat moment de snelste vrouw van Nederland, Nelly Coman. Van Gobbel wint. In 1989 debuteert Ulrich bij Feyenoord, waar hij met wat korte onderbrekingen blijft tot 2002. Maar dan maakt een hardnekkige blessure een eind aan zijn carrière. Het wordt stil rond Van Gobbel. En als hij in het nieuws komt, is dat meestal niet zo positief. Een uit de hand gelopen conflict met zijn pensioenfonds, zijn bedrijven die failliet gaan, en hij komt zelfs in aanraking met justitie. Grote vraag is dus, hoe is het nu met de eens zo grote voetbalbelofte? Goedendag. Hallo. Ik ben Bert. Ik ben Ulrich. Ik ben op zoek naar een van de snelste voetballers van Nederland. Ja, in het verleden ja. Dat niet is meer, geweest. Hoor. Dat is geweest, ja. Maar wel nog steeds ras Feyenoorder. Ras Feyenoorder, altijd de hart en nieren. Ja, en er zijn vervolgens nog heel veel geruchten doen over jou de rondgang. En daar wil ik alles van weten. Nou, kom binnen en dan gaan we er fijn over babbelen. Oké. Okay. Ja. Hallo. Goedemiddag, ik ben de moeder van Ulrich. Bent u de moeder? Ja. Dat vind ik niet te geloven. Ik dacht meer een zus of zo. Nou, dank u. Ja, ja. Echt, hè? Ik zie hier een foto van een heel klein jongetje. Ben jij dat? Dat ben ik. Die moeder er net opgetrommeld. Dus. Dit is de kleine Ulrich. Dat is de kleine Ulrich. Ja. Ja. Was je hier al voetbalgek in deze tijd? Nou, zeker. Ja? Maar dat zag ik niet. Eigenlijk is het een buschauffeur vanuit Bavel die het altijd had van je moet de jongen op voetbal zetten. Wat ik zelf weet dat ik... Dat ik toen nog niet voetbalde eigenlijk en dat ik altijd wel bezig was met voetbal. En ik zat altijd te kijken en als het eerste van Bavel moest spelen, dan liep ik eigenlijk gewoon het veld op. En toen ging ik met hun meespelen, de bal rondspelen. En toen is er een keer een speler van het eerste naar me toegekomen, Dree Hofstede. En die had gevraagd of ik nu wou komen voetballen. Nou, ik zei toen de tijd was het zo dan, dat ik zei ja, nou daar hebben wij thuis geen geld voor om een contributie te betalen. Hij zegt, maak je niet druk, dat ga ik allemaal regelen. Nou, binnen een week stonden de mensen van Bavel aan de deur. Wanneer ontstond bij jou de droom om ook echt profvoetballer te worden? Op een gegeven moment, op een leeftijd van 14 jaar, 15 jaar, train je al met de tweede van de NAC mee. En je zag hoe dat ging en hoe de jongens behandeld werden. En dat wou je ook. Ja, mijn droom was om gewoon profvoetballer te worden en zo goed te worden als Gullit of Rijkaard. Op een gegeven moment was daar Feyenoord. Plotseling op een middag, ik stond te trainen en toen was het van, Uli, kom, we gaan naar Rotterdam en... Kijken of we het rond kunnen krijgen, of je daar kan gaan voetballen. En de rest is geschiedenis. Uli speelt uiteindelijk 12 seizoenen voor Feyenoord. Viermaal wint hij de KNVB-beker en twee keer wordt hij met Feyenoord kampioen van Nederland. Als je nou zelf terugkijkt, zijn er dan momenten dat je jezelf bij wijze van spreken in je arm kneept, dat je dacht, ja, moet je mij nou zien? Nee, ik denk, daar sta je niet bij stil. Je zweeft. Eigenlijk, en je blijft zweven. En op dat moment is eigenlijk niet het moment van... even met mijn voetjes op de grond en even kijken van... Hey, het gaat wel heel erg goed. Je moet beseffen dat je bij Feyenoord speelt. En als je bij Feyenoord speelt en als je dat beseft hebt... dan kan je de wereld aan. In 1993 wordt Ulrich door bondscoach Dick Advocaat geselecteerd... voor het Nederlands elftal, waar hij in totaal 8 keer voor uitkomt. Nummer 14, Uli van Gobbel. En hier zegt zijn ploegmakker van Feyenoord tegen hem... Je bent de beste en ik hou van je. En deze conversatie is verder privé. Ik zat eigenlijk EK88 zit ik voor de tv zit ik te kijken. En dan ben ik eigenlijk nog nobody en een paar jaar later sta je ertussen. Het was een prachtige carrière. Ja. Moest je er even over nadenken? Ja. Waar denk je dan over na? Nou, aan de afsluiting. Ik ben niet heel mooi gestopt dat ik zelf kon beslissen wanneer ik zou stoppen. Nee, ik moest stoppen. En dat doet tot de dag van vandaag doet dat nog pijn, ja. Ulrich topt al langere tijd met een heupblessure. Maar het dieptepunt is de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Van Gobbel scoort, maar wel in eigen doel. Nog eens die goal die dus van het hoofd
van Kufour via Van Gobbel achter Zoetermeer beland. Dit eigen doelpunt leidde het trieste einde in van een glanzende voetbalcarrière. En dat is iets waar Van Gobbel het tot op de dag van vandaag moeilijk mee heeft. Zo blijkt wanneer ik het hier met hem over heb. Wat gebeurt er dan? Het doet gewoon heel veel pijn van binnen. Ja. Wat is de pijn, Ulrich? Nou ja, gewoon het eind van je voetbalcarrière. Dat je gewoon niet meer kan doen met je lichaam wat je wil doen. En, ja, het ging gewoon niet meer. En dat, ja, dat heeft gewoon... dat sleurt gewoon met me mee. Nog steeds? Ja. Hoe lang heb je het lopen rekken? Dat je dacht, eigenlijk voel ik dat het niet goed gaat, maar ik ga maar door op puur op wilskracht. Ik denk wel anderhalf jaar, ja. Ben je afgekeurd? Of? Ja, ik ben afgekeurd voor betaald voetbal. Ja. Maar ondanks dat kan Ulrich het spelletje toch niet missen. Tegenwoordig is hij trainer bij het tweede van VV Alexandria 66 in Rotterdam. Wat ik helemaal snap, is dat het abrupte einde aan je carrière en de manier waarop dat tot op de dag van vandaag heel veel pijn doet. Ja. Kun je me eens uitleggen, wat stopt er dan? Je kan niet elke dag meer voetballen, wat je graag doet. Het is geen deel van je leven, het is je leven. Wat er ook nog aan vastzit, zeker in dat professionele voetbal, is dat er goed verdiend wordt. Ja. Heb je veel verdiend? Ik heb redelijk goed verdiend, ja. Het hoogste wat ik verdiend heb is $400.000 netto. Als je daar een beetje van spaart, dan hoef je na je 30ste niet meer te voetballen. Nou ja, je moet wel begrijpen natuurlijk dat je daar ook alles van moet doen. Hè? Het is niet zo van, je krijgt $400.000 en je zet het op de bank en het is klaar. Nee, je bedoelt je moet er ook van leven? Je moet er ook van leven. Een huisje van huren, dus ja. Oké, je hebt je vaste last hebben. Je hebt je vaste last. Ja. Je gaat een soort levenspatroon ga je leiden en mensen verwachten dat ook van je, maar het moet niet natuurlijk, maar je gaat gewoon mee in de flow en je gaat een bepaalde levenspatroon ga je in leven. Ja, dat klopt. Ja, hoe was jouw levenspatroon? Mijn levenspatroon was veel uitgeven. Waaraan? Ik was gek op auto's, gek op klokjes, dus dat soort dingen, ja. Dan in één keer is daar dat moment dat het allemaal stopt? Nou, ja. Ja, absoluut. Hoe gaat dat dan verder? Ik bedoel, er is een mooi woord voor, dat is het zwarte gat. Mm-hmm. Hoe ging dat in jouw geval? In mijn geval was het niks doen eigenlijk. Laat thuis mijn vrienden op stap, drinken. En je moet eigenlijk hulp zoeken. En ik zocht de hulp eigenlijk ergens anders. En waar is het echt misgegaan? Op het moment dat ik een aanslag krijg op mijn huis van €50.000. Toen is het echt misgegaan, ja. Als voetballer heb je in jouw geval op je 31ste kreeg je een pensioentje. Ja, overbruggingspensioen, ja. Ja. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ik moet denken zo aan een €6.000 in de maand. Ja. In de maand? Ja. Oké, daar moet een normaal mens van rond kunnen komen. Ja, maar ik ben geen normaal mens. Maar, wat deed jij wat normale mensen niet of wel doen? Nou ja, ik leefde, wat ik net zei, al met een bepaalde status natuurlijk. En, want ik was eigenlijk bij afgekeurd voor betaald voetbal. En je wil een bepaald patroon wil je niet toegeven. Dus je wil een bepaalde status wil je blijven leven. Terwijl je eigenlijk weet, dat kan niet. Ja. En kijk, en dan gaat de hele mallenmolen draaien. Ja. De hele publiciteitsmachine komt op gang. Dan worden er vervolgens heel veel dingen over je gezegd en geschreven. Ik lees over bedreigingen, dat je auto's verkoopt. Ja. Wat is er van waar? En wat, hoe was dat voor jou het is, allemaal? Het is in zover waar dat ik geen auto's verduisterd heb. Ik heb toestemming gevraagd om de auto's op een derde te zetten. Maar om te zeggen dat er een bedreiging is geweest, dat is absoluut niet waar. Nee, want als de kranten en de televisie eenmaal over je vallen, dan kun je lol op. Beetje uit ervaring. Ja. Wat heeft in dat opzicht nog het meest zeer gedaan? Wat er over je gezegd of geschreven is? Nou, dat ik vals beschuldigd ben van alles eigenlijk. En er is heel wat geschreven en beweerd over Van Gobbel. Rijden zonder rijbewijs, autodiefstal, bedreiging. En als klap op de vuurpijl meldde de krant dat hij onvindbaar is. Wat is er wel waar? Welke beschuldiging zegt, oké, dat is gewoon stom van mij? Ja, ik heb een keer te hard gereden. Dat is waar. Ik heb een keer gereden dat mijn rijbewijs is ingetrokken. Dat is waar. Maar
is dat het? Waar ik op veroordeeld moet worden dat ik opeens een crimineel ben of wat dan ook? Kijk, alles wat ik doe ben ik natuurlijk ook zelf bij. Hè? Ik kan schuld geven aan iedereen, weet je wel. Ik bedoel, er zijn ook schuldigen, hoor, maar ik ben zelf steek ook mijn hand een beetje in eigen boezem. Ik heb begrepen, want jouw vader is ook, toen je volgens mij 14 was, is je vader overleden. Ja. Zelfmoord gepleegd. Mm-hmm. Heeft dat ook nog allemaal meegespeeld? Nou ja, het is natuurlijk zo, als je vader in leven is, dan maakt het natuurlijk een stuk makkelijker als manspersoon natuurlijk. Je kijkt tegen iemand op en dat is je vader en die zal je op een gegeven moment zat hij je wel in de juiste richting leiden. Op dit moment is Ulrich hard bezig om alles in zijn leven weer op de rit te krijgen. Zijn schuld is hij aan het afbetalen en hij wil verder in het trainersvak. Wat de extra waarde is van een man als Van Gobbel, vraag ik aan zijn vriend en collega-trainer Marcel Spinhoven. Hoe is het voor de jongens om training te hebben van een man als Ulrich Van Gobbel? Je ziet dus gewoon dat er iemand staat die punt 1 iemand is die waar ze tegenop kijken. Hè. Dus is dus een man die altijd bij Feyenoord heeft gespeeld. Ook mee heeft gemaakt natuurlijk in betaalde voetbal. En je merkt ook wel als Ulrich iets uitlegt of als ik iets uitleg, dan nemen ze het altijd van hem eerder aan als van mij. Dat is weer frustrerend voor jou dan, of niet? Ja, goed. Je bent even een paar minuten dismissed. Gaat goed? Ja. Je bent best wel fanatiek hoor, Van Bol. Ik kan heel goed overweg met de jongens. Ik kan alles tegen ze zeggen. Ze luisteren goed. En wat gaat Nederland de komende tijd nog horen of zien van Ulrich Van Gobbel? Nou ja, ik ga in september beginnen aan de voetbalcursus. Voor coach betaald voetbal. Als het allemaal goed loopt, dan zal ik in de toekomst trainer worden. Ook in dat opzicht is er nog een lange weg te gaan? Is nog een lange weg, ja. Maar ik heb de tijd. Is er ook, zijn er nog dingen die we nooit meer van jou gaan horen? Nou, ik wil alles graag in positieve zin hebben. En negatieve zin, dat wil ik graag niet meer meemaken. Dat zou ik absoluut niet meer willen. Hey, ontzettend bedankt, man. Graag gedaan. En ik wens je heel veel goeds toe. Dankjewel. Oké, okay, ja. Zie je. Okay. Wilt u reageren op de uitzending of heeft u ook iemand van wie u zich afvraagt hoe is het toch met? Dan kunt u dat doorgeven op onze site hoeishettochmet.nl. Graag tot volgende week.